In deze video ga ik wat meer vertellen over het klaarzetten van stukken montage. Dus we hebben een bronbestand, bijvoorbeeld een interview, en daar willen we kleine fragmentjes uithalen. Dat kunnen we doen met behulp van subclips. Ik heb hier een interview klaarstaan en dat staat in mijn source monitor. In de source monitor, hier zie je een aantal opties onderaan. Dit is om een markering aan te maken. Dit is om een in- en een uitpunt te gaan maken. Dit is om naar het begin van het inpoint of naar het einde van het outpoint te gaan. De play-knop, één frame naar links, één frame naar rechts. Dus dat zijn allemaal dingen hier om een foto te stellen van een video, een foto wil maken, dan kan je dat hier gaan doen. Dus dat zijn allemaal opties die je kunt gaan gebruiken. Ook belangrijk, je hebt hier een moersleutel, als het ware. Daar kan je, als je dat wil, overgaan naar je audio waveform. Dat is vooral handig als je met een klapper werkt. Om naar het begin van de klapper bijvoorbeeld te gaan, kan je dat hier gaan gebruiken. Oké. Ik wil hier beginnen luisteren, dus ik ga hier naar het fragment. Ja, bij de Norm is in de papschool in de Sint-Aasjesstraat. Oké, ik wil een klein beetje terug. Dan kan ik hier met mijn pijltje wat terug gaan, of ik kan frame per frame. Het gaat allemaal lang duren nu. Ik gebruik daar eigenlijk zelden of nooit deze knoppen voor. Om dat menu aan te sturen, gebruik ik eigenlijk de knoppen die je op mijn toetsenbord vindt. J is om terug te spoelen, K om mezelf te stoppen en L is om af te spelen. I is om een endpoint te zetten. En O is om een outpoint te zetten. Om naar het begin van een endpoint te gaan, druk je op Shift-I. Om naar het einde te gaan, druk je op Shift-O. Dus stel, ik heb hier een fragment. Ik ben een beetje te ver, dus ik wil terugspoelen. Wat ga ik doen? Ik ga op de J-knop drukken. Het zal hier ongeveer beginnen. Oké, dus met de K-knop heb ik gestopt. Hier begint mijn endpoint, dus ik ga op de I-knop drukken. Het begint terug af te spelen. Ik kan een enkele snelheid afspelen. Maar ik kan ook, als ik nog eens op L druk, de snelheid verhogen. Per keer dat ik druk, gaat de snelheid hoger en hoger. Zo kan je heel snel door een fragment gaan. Hetzelfde geldt met J als je terug wilt keren. Eén keer terug is één snelheid terug. En hoe meer dat je op de J drukt, hoe sneller dat je terugspoelt. Stel dat dit mijn eindpoint is, dan ga ik op O. Dus ik heb hier nu een begin en een einde. Wil ik naar het beginpunt, Shift-I. Ik druk op L om te beginnen afspelen. Wil ik naar het einde, Shift-O. Dus op die manier kan ik tussen de verschillende punten. Oké, ik heb hier nu een stukje. Ik heb hier nu een stukje en ik wil daar eigenlijk een clip van maken. Een apart fragment. Dat kan via clip, make subclip. Maar ik gebruik daar ook weer de snelfunctie Command-U of op Windows Ctrl-U. En dan gaan we een subclip gaan maken. We krijgen een venstertje zien waar we een naam, bijvoorbeeld interview deel 1. En dan, belangrijk, daaronder staat Restrict Trims to Subclips Boundaries. Als ik dat op laat staan, als ik dat vinkje aan laat staan, betekent dat dat ik achteraf weinig flexibiliteit heb met dat bestand. Ik kan eigenlijk niet meer verder gaan dat bestand wat later laten eindigen. Dat gaat allemaal niet lukken, of het een beetje vroeger laten beginnen. Ik ga beperkt zijn tot de in- en out van dat bestand. Dus ik kan dat eventjes doen. Oké, als ik dat nu in mijn tijdslijn ga gaan plaatsen, dan ga je zien dat ik dat bestand, ik kan het korter maken, maar ik kan niet verder gaan in het bestand. Had ik nu hetzelfde gedaan, command U, maar dit gaat uitgevinkt, dan ga je zien, dus dan zet ik hier mijn bestand. Maar dan kan ik achteraf nog, als ik wil, dan nog wat gaan bijregelen. Zodanig dat ik wat verder in het bestand ga komen. Ik vind dat persoonlijk een betere optie dan de eerste. Dus dat is eigenlijk het gebruik van die source monitor. Gaan we heel vaak gaan gebruiken. En kun je op die manier subclips gaan maken. Opnieuw, dan ga je best je subclips in een map gaan steken. Bijvoorbeeld alle subclips van een bepaald interview in één map gaan steken. Maar zo kan je, want als ik nu hier nu verder doe,
En ik ben aan het luisteren. Ik zal het nu niet in detail doen, maar stel bijvoorbeeld hier hoor ik van hier begint het tweede stukje dat ik wil in mijn opname. En ik luister en dit is hier het einde. Opnieuw command U, control U, nieuwe subclip en nadien kan ik die gaan plaatsen in mijn interview. Dus op die manier kan je heel makkelijk subclips gaan maken om te gaan gebruiken in uw montage.